Als wij het hebben over de Fagels, dan doelen we op een invloedrijk Haagse regentengeslacht uit de 17e en de 18e eeuw. Gedurende 125 jaar waren verschillende leden van deze familie de griffier van de Staten-Generaal. En de griffier, dat was de hoogste ambtenaar in de Republiek. Hij was overal aanwezig, een invloedrijke functie. En in 1670 was Gaspar Fagel de eerste Fagel die die functie vervulde. Hij werd later opgevolgd door 3 Hendrikken en 1 François. Het woonhuis van de Fagels lag op loopafstand van de Binnenhof. Nu zit er in het woonhuis een Ierse pub. Het woonhuis is in 1707, 1708 is het op voorspraak van François Fagel geheel gerenoveerd door de architect Daniel Meraud. Meraud die kennen we onder andere ook van de Trèvezaal op het Binnenhof. Aan de rechtervleugel was een lange galerij gebouwd die uitkwam op de koepel van Fagel. En in die galerij was de bibliotheek gevestigd. De laatste griffier van de familie, Hendrik Fagel de Jongste, bevond zich in 1795 in Engeland toen de Bataafse Revolutie uitbrak. Hij verloor zijn positie als griffier, maar hij slaagde er wel in om zijn bibliotheek over te laten komen naar Engeland. Door geldgebrek was hij genoodzaakt om die bibliotheek te verkopen en in 1802 kwam hij uiteindelijk terecht in Dublin. Het woonhuis kwam in 1855 in bezit van koning Willem III. Hij liet de galerij afbreken, maar de koepel van Fagel die bleef bestaan.